delen. En waarom vinden jullie nou zorg in de regio zo belangrijk? Nou, als je de spoedeisende en eerste hulp sluit, 's nachts, dan moeten mensen verder reizen. Soms tot 45 minuten met de ambulance om bij een ander ziekenhuis te komen. Nou, dat kan gevaarlijk zijn. Maar het betekent ook weer dat je in de regio voorzieningen weghaalt. Eerst waren het de rechtbanken, de belastingkantoren, daarna waren het de kleine scholen. Nu de spoedeisende en eerste hulp.